Dit is er een mensen verbouwd als camper. Dus dat neem ik aan. Er zitten gordijntjes in. Mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Hey. Op deze hele bijzondere locatie. Prachtig. Doen wij even een ontbijtje. We zijn toeristen aan het spelen in Nederland. En dan doen we dat ook maar zoals wij dat wel vaker doen. Eindje rijden, broodje halen, even lekker aan de bankje een broodje eten. En genieten, Theo. Genieten van het prachtige weer. Prachtig uitzicht. Ja, inderdaad, net wat Judith zegt. Vooral genieten. Ja. Kijk, het water staat best hoog. Zie je dat? Ja. Dat ding zit helemaal onder water. De uiterwaarde. We zitten dus aan de lek, mensen, bij Streefkerk. Ja. In een heel ver verleden kwam mijn familie hier uit Streefkerk. En dan komt er een bootje langs dat je denkt, ja, hoe oud wil je het beeld hebben? Goedemorgen mensen, ondertussen alweer dinsdag en volgens mij 5 september of zo gaat weer hard. Maar mensen, wij zijn aangekomen op boerderijcamping Het Boerenerf. Hebben we van alles gehad in deze vakantie, minicampings, camperplaatsen en in dit geval een boerenerfcamping. Lia en John zijn er ook weer bij, die ken je waarschijnlijk nog wel van de tripjes naar Spanje en naar Denemarken van vorig jaar. Wij gaan vandaag fietsen mensen. We gaan eens even de omgeving verkennen en dat doen we dan richting Amersfoort. Van deze camping, boerenerfcamping, laat ik je verderop in deze vlog iets meer zien. Dan heb ik dat net wel gezegd dat we op de boerenerfcamping zijn. Mensen, we zijn dus in Woudenberg. Dat was ik dus even vergeten. Prachtig mooi optrekje. Henschoten is dit volgens mij. Ik zag dat tenminste straks op een bord staan. Donders mooie omgeving hier. Met prachtig mooie gebouwen. Hier nog een paar prachtige gebouwtjes. Kijk nou wat mooi. Wij fietsen hier door het landgoed Den Kreek en Schoten. Dit is de Leusder Heide, denk ik. Leusder Heide? Ja. Oké. Okay. Leusder Heide. Van Amersfoort komen wij over de prachtigste fietspaden en door de mooiste gebieden. Het is vanaf camping Boerenerf in Woudenberg ongeveer 11 kilometer fietsen
naar het centrum van Amersfoort. En dan kom je onderweg dus dit soort prachtige natuurgebieden tegen. Waar bankjes staan om even uit te rusten en een bakje koffie te drinken. Of een broodje te eten. Wij fietsen door. We moeten nog 4 kilometer voordat we Amersfoort bereiken. Utrechtse Heuvelrug. Prachtig gebied om te fietsen met mooie, goede fietspaden. Mensen, het is nu door de week en je kunt hier goed fietsen. Wij waren een aantal maanden geleden op een zaterdag in de buurt van Zeist aan het fietsen. Toen was het zo enorm druk dat dit nu gewoon een verademing is. Daar kwamen we aan fietsen. En toen riep iemand: kijk naar links. Dat is een mooi beeldje, dat is een kunstwerk. En ik zag helemaal niks. Zo tegen het donkere bos aan staat dit donker verroeste beeld. Het is werkelijk kunst om dit zo in elkaar te zetten. Mooi hè? Wat het is en wat het voorstelt, geen idee, maar het is mooi mensen. En we naderen het centrum van Amersfoort. Oh, kijk eens, een bakje koffie met een gebakje met een beetje slagroom. En daar een cheesecake. Van citroen. En John heeft nog een muffin. Is dat heerlijk hè? Zitten we even lekker koffie te drinken op de varkensmarkt in Amersfoort. De stadspoort in Amersfoort met de naam Kamper Binnenpoort. Kijk eens mensen, wat een mooi gezicht hier, deze gracht met die ooggeveltjes. En de prachtige doorkijk. Een mooie gevel achter die boom. Dus eigenlijk verpest die boom deze prachtig mooie gevel van de gekroonde bijenkorf mensen. Schitterend. En kijk eens wat een mooi nieuw voegwerk hierin zit. Allemaal keurig langs de randjes afgesneden. Dat is een heidens werk voor een ervaren voeger. 5 vierkante meter per dag in de gunstigste omstandigheid. Dus reken maar uit mensen wat het kost om zo'n pand als dit helemaal opnieuw te voegen. Komen we hier in de Valkenstraat. Dat is een zijstraat van de grote winkelstraat. Dan komen we dit tegen mensen. Leuke steegjes, leuke oude gebouwen. En we komen een man tegen die foto's staat te maken. Dit is die andere poort. Oh, wow. En hoe heet deze poort, John? Koppelpoort. Toch? Ja, dit heet Koppelpoort. Koppelpoort. Prachtig, mooi watervalletje daarachter. Kijk, voor de navigatie van onze fietsknooppunten hebben wij een heel nieuw systeem bedacht. Nieuwe klemmetjes van de Xenos en een papiertje met alle knooppunten. Uit het klapblokje. Uit het klapblokje, jazeker. Mensen, hoe simpel kan het zijn? Mensen, kijk, daar hebben we hem, de plassende ijsbeer.
We zagen laatst in een nieuwsprogramma dat het PIS-effect, ofwel de kraan 's nachts dicht moest, omdat omwonenden er last van hadden. Nou, het geeft ook wel enig lawaai. En dat versterkt natuurlijk in de nacht nog eens een keer. Dus ik snap wel dat die 's nachts dicht moet. Maar het is wel mooi om te zien, dit ding. De piezende ijsbeer. Amersfoort is de keistad, zoals ze dat noemen. En hier is die kei. Na bezoek, prachtig mooie stad, Amersfoort, zijn wij weer onderweg naar de camping. We moeten nog eens een kilometertje of 3 fietsen. Dan gaan we nog even boodschapjes doen. Dan gaan we lekker van de zon genieten. En zo komen we op een nieuwe dag. Of weer op een mooi fietspad. Het is dan wel 30 graden, maar in de bossen kun je prima fietsen. Lekker koel, de beste plek om te zijn met dit weer. Eind van het bospad komen we zomaar op een camping terecht. Lijkt wel een soort SRV, SVR, hè? Ja, zo zijn we. Dus we gaan weer voorwaarts. Best wel een grote camping. Dan gaan we hier even kijken of we links of rechts afgaan. Oh. 82 hangt daar boven in de boom. 82 links. Ja. Het gebied waar we net fietsten, waar we die camping tegenkwamen, dat valt onder boswachterij Leersum. Dan denk ik zo dat we dadelijk eerst maar eens even een hapje gaan eten. Hier vinden we bar-restaurant Het Leersumse Vels. Zeker, mag ik 2 broodjes? De sneetjes brood met een kroketje. Witbruin. Witbrood alsjeblieft. Ja. Ik bruin met tonijnsmaak. Ja. En dat is juist. En ik een boerenboterham wit met, als het weer warme beenhand met. Wit. En ik wil ook graag 2 boterham met kroketjes. Ja, wit en wit. Wit ook. Ja. Yes. Dag uit. Ja, zo is het. We hebben hier even perfect en heerlijk een broodje kroket gegeten. Restaurant. Ze hebben een manege hierbij. Mensen, wat een complex. Ik denk dat hier ook nog appartementjes te huur zijn. Ja, een soort van B&B denk ik, ja. Het is
B&B, manege, restaurant en terras. Ik zei al, als dat maar kan. Nou, dat kan wel. We gaan hier de bocht om. Kijk, mooie haan op het hok. Ze zijn drukdoende hier een nieuw wegdek te maken. Dus deze weg is eigenlijk voor het overige verkeer afgesloten. Hey, leuk dat jullie er nog steeds zijn. We hebben alweer een eentje gefietst op deze nieuwe dag. En wij zijn weer onderweg, of we zijn weer onderweg. Wij zijn onderweg naar de piramide van Austerlitz. Hopen dat die deze keer wel open is. Wij zijn in juni hier geweest, toen was die gesloten. Maar hier, mensen, duikt de piramide van Austerlitz op. Een bouwwerk van 40 bij 40 meter, met een obeliskhoogte van 33 meter. Gebouwd als eerbetoon aan Napoleon. En wat zien wij? Voor de tweede keer wij hier staan. Gesloten. Drie keer is scheepsrecht, zeggen ze dan wel eens. En mensen, kijk, het is de derde keer. Het is gelukt. We zijn binnen bij de piramide van Austerlitz. We gaan hem even beklimmen. Wat het uitzicht vanaf de bovenkant van de piramide op het plateau. Oh, kalm aan jongens. Geheel in camouflage kleur donkergroen komen wij hier weer een voertuig tegen in mijn serie bijzondere voertuigen die wij tegenkomen onderweg. Dit is er een, mensen, verbouwd als camper. Dus dat neem ik aan. Er zitten gordijntjes in. Prachtig mooi voertuig. Facebook of zoiets? Nee, YouTube. Oh, wat leuk. Heb jij... Ik heb altijd kaartjes bij me. Ja, ik heb nou een... niet, hè? Jawel, heb ik al. Heb ik al. Yes, yes. Mensen, dit gebeurt dus onderweg. Altijd als je iemand tegenkomt die wil een kaartje. Hebben we het. Ik heb leuke sleutelhangers, maar die heb ik dan niet bij me. Ik heb hier kaartjes in mijn telefoon. Oh, ja. Ik ben nu onderweg naar evenementen in Duitsland. En nu rijd ik bij een ander team. Ga ik mee rijden. Oké. Okay. Je wil even een prachtig bijrijden. Oké. Okay. Dus is er een Prusa-car ja, maar dan iets relaxer. Het is een Duitse organisatie, dat is veel bier drinken en borst. Veel eten natuurlijk. Ja, dat is gaan, joh. Dus zijn nu naar kleine oefeningen. Precies. Ja, behendigheidsoefeningen met vrachtwagen. Allemaal dingen doen die je normaal nooit doet. Dus ja. Diepe dingen af. En, maar hoe leuk, mensen, om dit zo onderweg tegen te komen. Geheel verbouwd tot camper. Van oorsprong een Duits voertuig. Hier bovenin in de kap. Dus een slaapplek gemaakt. Nu fietsen we eens richting het centrum van Zeist. Even een stukje door de winkelstraat. Nou, dat was toch weer een prachtige fietstocht vandaag. Nu nog 2,4 kilometer en we zijn weer op de camping.
leuke dingen ontmoet, of gedaan vandaag, leuke mensen ontmoet. Leuke dingen gezien allemaal. Ik had jullie nog beloofd een rondje over de camping te doen. Dat gaan we nu even doen. Mensen, we zijn dus op visite bij de familie van Donselaar, eigenaren van boerderijcamping Het Boerenerf in Woudenberg. Deze camping beschikt dus over chalets, staakcaravans, groepsaccommodaties. Kijk, hier aan de linkerkant zie je zo'n groepsaccommodaties. Daar verblijven hoofdzakelijk scholen, sportverenigingen enzovoort. Centraal gelegen, of gelegen in de mooie bossen van Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug. Daar aan de overkant dus de groepsaccommodatie. Alsmede hierboven op deze zolder, wat tevens gebruikt voor groepen. Meester, waar moet die naartoe dan? Kijk, de groep die er momenteel verblijft is druk met verhuizen. Zij verlaten deze stek vandaag weer. Wat zeg je? Hoe komen er staan er nog meer? Hier rechts de containers voor afval. En daar in de hoek, mensen, daar is de receptie. Dus mocht je deze camping gaan bezoeken, dan weet je dat daar in de hoek de receptie is. Hier is de plek om je chemisch toilet te kunnen lozen. En dit is het toiletgebouw. Lekker warme douches. Afwasmogelijkheden. Eigenlijk alles. Beste groep. Oh, als je daar toch inderdaad bijna 50 kilometer mee moet fietsen. Ja, dat doen ze dus vandaag niet. Nee, vandaag niet, maar... Hier allemaal nummertjes. Ja, dat zie ik niet vaak. Maar dat heeft denk ik te maken met... misschien wel met verkeersexamen of zo. Gaan we weer op naar huis, naar een hele mooie vakantie. Ja, ik vond het wel. Mensen, goedemorgen. Goedemorgen. Het is vrijdag 5 of 6, 7 september. Ik ben de tel kwijt. Maar in ieder geval, onze fijne vakantie is afgelopen. Het is voorbij. 8 september? 8 september. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar onze vlogs de afgelopen weken. De nieuwe abonnees, top dat jullie erbij zijn. Blijf erbij. We hebben het in deze vlogs allemaal gehad over onze fietsen. Ook daar zijn we uit. Want? Wat? We hebben ze besteld. Ja, oh ja, ja, ja. We hebben ze besteld, mensen. Nee, dat gaan we nog niet vertellen. Oh.
We gaan nog niet vertellen waar. Dan gaan jullie allemaal zien in de volgende vlog hoe wij het opgelost hebben en of het allemaal aan onze eisen heeft voldaan, de zoektocht. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Even abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Belletje aanzetten, want dan krijg je automatisch weer bericht als wij een nieuwe vlog hebben. En ik zou zeggen, nogmaals, bedankt en tot de volgende vlog. Doei!